Samen met 8 miljoen mensen zaten we er klaar voor. Zouden de coronamaatregelen versoepeld worden? Het is maandag 22 april 2020 en vandaag verbaas ik me over Rutte en de cynische ondertoon van journalisten. Mevrouw en ik keken naar de persconferentie van premier Rutte. Een kleine versoepeling van de maatregelen met grote impact voor kinderen, ouders en leerkrachten. Maar ook verlenging van de overige beperkingen met grote impact voor ouderen, verzorgenden en hun naasten en voor talloze kleine en grote ondernemers. We werden weer geraakt door de zorgvuldige, heldere, oprechte en meelevende manier waarop de pijnlijke boodschappen werden gebracht. Gelukkig is hij niet ziek, verzuchtte mijn vrouw. Maar we zagen ook zijn last, de vermoeidheid. Het huzarenstukje van zijn toespraak zat er weer op en zo goed gedaan. Toen kwamen de vragen van de journalisten en ze waren er weer, de cynische ondertoon. U zegt dat u trots bent op Nederland en hoe we het doen met elkaar, maar wat krijgen we ervoor terug? Nog eens 3 weken maatregelen. We voelden de plaatsvervangende pijn. Steeds weer verbaas ik me en voel ik me geraakt door dat toontje waarvan veel journalisten zich bedienen. Zou die beroepsmatige cynische ondertoon zijn aangeleerd op hun opleiding of hebben ze elkaar aangestoken? Zou er een manier zijn om ze daarvan te genezen? Ik draag deze verbazing op aan de nieuwsgierige ondertoon. Meer verbazingen? Abonneer je op het YouTube-kanaal van de Toekomstfabriek. En wil je de tekst nalezen? Check mijn LinkedIn-pagina. Tot de volgende verbazing.